Goedemorgen en welkom op het YouTube kanaal van Xenos. Mijn naam is Christina en vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie. Ik ga vandaag namelijk aan jullie laten zien wat Denise allemaal voor mij heeft geshopt. Ik heb twee mega grote dozen hier achter mij, dus ik ben zo benieuwd wat er allemaal in zit. Ben je ook zo benieuwd wat ze allemaal voor mij heeft gekocht? Blijf dan gezellig even kijken. Doe je duimpje omhoog en abonneer je ook even op het kanaal van Xenos, want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen. Oké, voordat ik laat zien wat er allemaal in zit en wat ze allemaal voor mij heeft geshopt, gaan we even kijken hoe Denise voor mij heeft geshopt. Hoi, Denise, Anna hier. Ik ga nu lekker shoppen voor Christina. Als ik Christina haar stijl een beetje moet inschatten, dan vind ik dat ze heel erg houdt van donkere kleuren. Ook vooral van bordeaux rood. Weet je, ik ga eventjes op de website kijken en waarschijnlijk zie ik wel dingen voorbij komen waarvan ik ga denken, ja, dit is Chris. Oké, ik zie hier een vachtkussentje en ik weet dat Christina heel erg houdt van allemaal vachtjes en dingetjes. Dus ik ga die in het mandje doen. Ik vind dit dekentje ook heel erg leuk. Dat grof gebreide. Die heb ik zelf dus ook. En ik vind het ook wel wat voor Chris. Dus die gaan we ook meenemen. Even kijken hoor. Ik ga even naar spiegels. We gaan eens op zoek naar een leuke spiegel. Oeh, deze is echt wat voor Chris. Even kijken wat ze nog meer hebben. Ja, of dit oog vind ik ook echt wat voor Chris hoor. Oeh, die vind ik ook leuk. Oh, die vind ik zelf heel erg leuk deze. Die heb ik op het balkon hangen. Nee, ik denk dat ik voor deze ga. Lekker hysterisch. Ja, ja, perfect. Die nemen we ook. Ook wil ik een leuk vloerkleed voor Chris. Oeh, leuk. Ik denk dat ik voor deze ga. Oh ja, dat kan je zo leuk mixen en matchen al die vloerkleedjes. Dat vind ik ook zo leuk aan Xenos. Oké, dan gaat die in het mandje. Even kijken, misschien nog een leuke plant. Oh, ik vind die planten en mandjes ook zo leuk altijd. Nou, ik vind dit wel een plant wat heel erg past bij Christina. Dus ik ga deze plant ook in het mandje doen. En even kijken of we nog iets leuks vinden voor op tafel of in de keuken. Oeh, je hebt nu inderdaad van die woonstijl ook allemaal leuk servies. Gaaf. Oh, ik hou zo erg van allemaal schaaltjes en bakjes. Oeh, dit schaaltje. Dit zijn echt toch Christina schaaltjes ook. Dit vind ik ook leuk voor Chris. Die gaan we ook doen. Oké, ik ben super benieuwd wat Christina van alle producten gaat vinden. Ik vind ze zelf ook echt heel erg leuk. En ja, ik hoop dat zij het net zo leuk als ik ga vinden. Oké, oh mijn god. Ik mag eindelijk de grote doos gaan openmaken. Ik ben zo benieuwd. Oh mijn god, wat is dit? Wat mooi, wat groot. Een rieten vaas zit er als eerste in. Ik ben zo benieuwd waar ik het überhaupt ga neerzetten. Geen idee, maar deze is echt heel erg mooi. En ik heb ook echt meerdere rieten dingen in mijn kamer. Dus het zou sowieso er heel mooi bij gaan passen. Oké, dan hebben we hier twee kussentjes. Ik zal ze even uitpakken. Oh, oh mijn god, dit is zo leuk. Lekker fluffy en ook roze. Echt, als ik een kussen zou zijn, dan zou ik er zo uitzien waarschijnlijk. Zo heerlijk zacht. Het gaat heel erg mooi passen hier op mijn bed. Hier ben ik zo blij mee. Oh mijn god, Denise die heeft wel echt goede dingen uitgekozen nu al. Ik was echt een beetje bang van wat gaat ze allemaal voor mij uitzoeken. Maar hier ben ik echt heel blij mee. Oh mijn god, ik zie nog zoiets lekkers. Misschien dat deze jullie ook bekend voorkomt. Want deze heb ik voor Denise ook geshopt. Zo mooie deken is dat. Het ziet er zo mooi uit. En voor de koude wintermaanden is dit echt fantastisch. Ik denk dat het heel erg leuk gaat staan gewoon op mijn bed. Oké, wat zit hierin? Oh my god, wat een mooie kleur. Het is een kaars. Super mooi ziet dit eruit. Oh, ruikt zo lekker. Wat is het voor een geur? Pink sugar. Het heeft iets weg van een bloemengeur, maar heel zoet. Dus deze vind ik ook heel erg leuk. En pas weer bij de kussentjes en zo. Oh, ik ben echt blij. Ik was echt een beetje bang, maar ik vind alles zo leuk. Oké, wat is dit? Het is zo schattig. Wat cute. Maar wat is dit? Is het een soort van een mok? Of een soort van een plantenbakje? Kijk hoe mooi. Roze met gouden spetters erop. Echt helemaal mijn ding. Ik hou van goud, ik hou van roze. Dat heeft Denise wel goed onthouden. En er zit ook een nep plantje in. Ik heb wel echte planten in mijn kamer, maar ze zijn allemaal een heel klein beetje aan het doodgaan. Dus ik denk dat Denise dacht, nou, deze kan in ieder geval niet doodgaan.
En wat ook heel erg leuk is, is dat hier aan de binnenkant gewoon steentjes in zitten. Oké, wat hebben we hier? We hebben een vloerkleed volgens mij. Ja, het is een vloerkleed. Gewoon beige. Want ik had al een andere vloerkleed hier op mijn kamer. Dit is hoe die van de onderkant eruit ziet. En er zitten van die franjes aan. Oh, heel erg leuk. Want ik had hier een andere vloerkleed in mijn kamer. Alleen ik vond hem te druk. En ik weet niet hoe, misschien dat Denise mijn gedachten heeft gelezen. Maar ik had gewoon niet verwacht dat ze dit voor mij zou bestellen. Maar ik denk dat dit wel heel erg leuk gaat staan in mijn kamer. Even kijken, dan hebben we hier geurstokjes dark hibiscus. Oké, ik ben benieuwd. Zo, de stokjes heb ik er ook maar meteen in gedaan. Dit is hoe het eruit ziet. Het ruikt echt heerlijk. Ik denk dat ik het gewoon in de badkamer ga neerzetten. En dan zitten hier nog allerlei droogbloemen in. En ik denk dat Denise haar gedachtegang was om deze droogbloemen dan in de vaas te zetten. Oh, wat veel. Even kijken hoe het er allemaal uitziet. Deze, oh, deze zijn zo schattig en zo leuk. Oh, ik ben benieuwd hoe mijn styling gaat worden. Dit zit erin. En deze. Dus ik kan echt gewoon een heel boeket ervan maken. Oké, ik ben heel benieuwd hoe het gaat staan. En dat was de eerste doos. Maar ik heb dus nog een doos. Wat een mega doos. Oh mijn god, ik zie het al. En ik weet precies wat Denise dacht bij het kopen hiervan. Oké, ik heb dus mega veel spiegels gekregen. Ik ben echt een beetje sprakeloos. Want de vorige keer dat Denise hier was, toen zei ze: goh Chris, wat heb jij hier een mega lege muur? Ga er eens even wat leuks op hangen. Maak er een mooi spiegelmuurtje van. En ik denk dat ze dit op deze manier nog een keer duidelijk wil maken. En ze heeft als eerste deze spiegel erbij gedaan. Heel erg mooi. Deze heb ik al. Deze hangt al in de badkamer bij ons. Maar goed, dus zometeen ook in mijn kamer. Oh, wat mooi. Oh, deze is zo fantastisch mooi. En dat was nog niet alles. Oh my god, dit is ook niet normaal. Deze is niet normaal. Deze is echt super mooi. Kijk, hij is ook lekker dik. Ik weet alleen niet of ik zeg maar in deze muur kan boren. En hoe ik dit anders kan ophangen. Maar ik ben er wel heel blij mee. Misschien dat ik het toch anders moet oplossen, weet ik nog niet. Maar ik ben heel blij. Wauw. Ik wilde de spiegels aan die muur hangen en het lukt helaas niet. Het is een hele dikke betonnen muur. En ik heb het geprobeerd met van die plakkers. Een spijker krijg ik er niet in. Helaas gaat dat hem niet worden aan die muur. Dus ik ga het even anders aanpakken. En ik ga de muur hier boven mijn bureau aanpakken. Wilde ik toch al een tijdje doen. Dus ik ben benieuwd wat voor iets moois ik daarvan kan maken. Oh, dit vind ik zo schattig. Ik had deze spiegel nog. En deze komt ook van Xenos. Dus dit past er super leuk bij. Ik wil dit eigenlijk zo houden. Maar nu denk ik, misschien is het heel erg leuk als ik deze dan toch er zo bij ga hangen. Dus ik ga het even bekijken of het leuk is. Klussen is niet echt mijn sterkste vak, moet ik zeggen. Dus dit vind ik echt heel bijzonder wat ik allemaal doe. Ja, ik ga het gewoon doen. En dan ga ik dit hoekje ook aanpakken. Mijn kleedje komt hier op te staan. Die haal ik weg en daar komt de vaas op te staan. Nou, het is me vandaag nog een beste klusdag geworden ook. Oh my god, Denise heeft me echt aan het werk gezet. Maar ik ben zo blij hoe het allemaal is geworden. Deze kamer voelt gewoon compleet anders aan. Dus Denise, dankjewel. Je hebt het echt
super goed gedaan. Ik moest wel even zweten en even nadenken hoe ik het allemaal ging doen. Maar uiteindelijk ben ik heel erg blij met hoe het geworden is. Dus laat me ook even weten bij de comments hoe jij vindt dat het geworden is. En dan wil ik jullie nu heel bedanken voor het kijken. Vergeet niet om je duimpje omhoog te doen trouwens als je dat nog niet hebt gedaan. En abonneer ook even op het kanaal van Xenos. En dan wil ik jullie nu heel bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!